Ruim 850 miljoen Europese subsidie naar Zuid-Holland. Universiteiten, grote bedrijven en MKB profiteren het meest. Vorig jaar is er ruim 850 miljoen aan Europese subsidie toegekend aan Zuid-Hollandse bedrijven en organisaties. En dat is een stijging van 81% in vergelijking met hetzelfde meetmoment in 2022. Het gaat om 1076 projecten van 434 unieke organisaties. En hieruit komt ook een werkgelegenheidseffect van ruim 12.000 FTE. Deze cijfers blijken uit een EU-subsidiemotor van de provincie Zuid-Holland. Die laat zien hoeveel EU-financiering naar welke partijen gaat en waarom dit geld wordt besteed. In verhouding tot andere regio's doet deze provincie het goed. Ze is de nummer 1 ontvanger van alle provincies. Universiteiten verwerven de meeste Europese subsidie, bijna 308 miljoen. En nummer 2 zijn de grote bedrijven en het MKB met samen bijna 230 miljoen euro. De provincie moedigt het aan om gebruik te maken van de EU-financieringen en wil hier ook over adviseren.